trouw publiek van Symfonieorkest Vlaanderen. Ons huidige concertseizoen kwam jammer genoeg abrupt tot een einde door de uitbraak van het coronavirus. Het sociale leven viel stil en ook wij, de culturele sector, dienden de deuren te sluiten. In deze moeilijke tijden dreigen we wel eens de hoop te verliezen, maar als wij kunstenaars en muzikanten ergens zeer goed in zijn, dan is het wel in het creëren van hoop, toekomst en perspectief via onze kunst en via onze muziek. En die boodschap van hoop brengen we u graag via de nieuwe seizoensbrochure die bij u thuis in de brievenbus viel. Het voltallige team van Symfonieorkest Vlaanderen doet er momenteel alles aan opdat we zo snel mogelijk opnieuw voor u muziek kunnen maken. We voelen ons evenwel genoodzaakt om de ticketverkoop die op 4 mei van start zou gegaan zijn, even uit te stellen. We moeten wellicht enkele van onze plannen wijzigen, de komende tijd zal dit uitwijzen. Van zodra we meer weten, hoort u van ons. Ook onze abonnees hoeven zich geen zorgen te maken. Wij garanderen uw vaste zitplaatsen in Brussel, Brugge en Antwerpen. Ik hoop dat u geniet van onze nieuwe seizoensbrochure. Ik wens u een zeer goede gezondheid toe in deze toch wel moeilijke tijden. En ik droom alvast hier vanuit Gent, de thuisbasis van het orkest, van het nieuwe concertseizoen tussen hemel en aarde. En dit samen met chef-dirigent Christina Poska, die voor u nog volgende boodschap heeft. Dear audience, I'm sending you best greetings from Tallinn, my hometown in Estonia. I hope you all are well, and I'm sure you miss the music as much as we do. This difficult time is a huge challenge for all of us. But at the same time, it helps us to see even more clearly our true nature, our purpose, dreams, and our identity. We realize more than ever what a fundamental significance and an essential value music has for our lives, because it has the ability to connect us to ourselves and to each other, and to create this special space between heaven and earth, which we need in order to stay healthy, open, and hopeful. We are looking very much forward to see you all again and to be able to play for you again. And I'm sure it will happen very soon. Take care.